Hartelijk welkom, dit is het RTVA-journaal van woensdag 23 april. Mijn naam is Yashin Baroet. Vandaag beginnen we met de nieuwe wethouders. Het college is gisteren tijdens een extra vergadering van de gemeenteraad officieel geïnstalleerd. De coalitiepartijen VVD, D66, BBA en PvdA zijn dik tevreden met het gesloten akkoord, maar kunnen vooralsnog op weinig sympathie van de oppositie rekenen. Het resultaat was een iwat zuur debuut van het college. Dat verklaar ik, beloof ik. Dat verklaar ik, beloof ik. Dat verklaar ik en beloof ik. Waarom? Dat verklaar ik, beloof ik. Dan bent u hiermee geïnstalleerd en mag u. Hoe is het u bevallen? Ik kan niet anders zeggen dan dat het heel goed bevallen is. En daar hebben we het al die weken voor gedaan. We hebben de verkiezingen, de uitslag, de onderhandelingen, een mooi programma. Ja, nu is het zover en we hebben ontzettend veel zin om gewoon lekker aan de slag te gaan. Ben je een beetje tevreden over de vergadering van vanavond? Ja, het is altijd een heel bijzondere vergadering. We zijn natuurlijk verkiezingen hebben gehad, campagnes gevoerd. Ja, dit is een beetje het sluitstuk daarvan. Natuurlijk altijd een hoop emotie. Ik vind het een bijzondere vergadering en ik vond het een goede vergadering. Ja, het was een mooie vergadering. Ik denk dat we de afgelopen weken hard gewerkt hebben met elkaar om snel een programmaakkoord tot stand te brengen. Daar hebben we vanavond over gehad met elkaar en daar zit nu een college en we hebben heel erg veel zin om aan de slag te gaan. Eerste raadsvergadering waarbij u geïnstalleerd bent als wethouder. Was het niet een beetje zuur af en toe? Ja, dat viel me inderdaad een beetje tegen. Ik had verwacht, de meeste mensen leiden het op een goede manier in. Dat het een ruim opgezet programma, goede hoofdlijnen en dat er ook ruimte was voor ontwikkeling, ook voor de oppositie. En als je dan daarna een beetje verzandt in woordenspelletjes en dat soort zaken, dat vond ik jammer. Vond u niet dat u erg op de pijnbak werd gelegd door GroenLinks? Nou, er zijn natuurlijk een aantal partijen die kritisch als oppositie naar het akkoord hebben gekeken. Dat is goed, dat houdt ons ook scherp. Dat is ook vooral de bedoeling, dus dat lijkt me geen enkel probleem. De motie van de ChristenUnie heeft het niet gehaald. Vindt u dat terecht? Ja, ik denk het wel. Dit is gewoon een politiek akkoord. Nu kwamen er allerlei moties voorbij zetten. Ja, prima natuurlijk. Ik begrijp dat mensen natuurlijk ongeduldig zijn en willen natuurlijk graag aan de slag. Maar goed, dit is voor de aankomende 4 jaar. We gaan natuurlijk alles uitwerken. Iedereen kan zijn zegje erover gaan doen. En het lijkt mij verstandig om dat op een beetje zorgvuldige manier te doen. Dan moet je niet meteen de eerste avond willen regelen. Want het onderwerp is veel te belangrijk. Je moet dat gewoon goed doen. Vanaf 1 juni wordt Dave Offenbach de nieuwe directeur van sportbedrijf Amstelveen. Hij zal de opvolger van Dirk Lansaert worden, die vanaf deze datum met pensioen gaat. Offenbach is aangesteld om voor te bouwen op de huidige positionering van het sportbedrijf. Hiernaast zal hij de uitvoering geven aan de sportnota 2013 tot 2020. Dave heeft jarenlange ervaring in de sportwereld en het verenigingsleven. Het centrum van Uithoren veranderde vanmiddag tijdelijk in een rampgebied. De Koninklijke Landmacht sloot in samenwerking met het Nationaal Korps Reserves de wegen naar het gemeentehuis af. Dit alles stond in het kader van het 200-jarig bestaan van de Landmacht. Op dit moment vieren wij het 200-jarig bestaan van de Koninklijke Landmacht. Dan zijn we op 200 locaties door het hele land heen zijn met diverse activiteiten bezig. De mensen die je hier ziet, dat zijn deelnemers van de Echo en de Foxhot Compie van 20 Natals Bataljon. Dat is een eenheid reservisten. Dat zijn mensen die naast hun werk, studie of eigen bedrijf een militaire taak uitvoeren. Vaak in de avonduren en in het weekend ook. Wij zijn eigenlijk gevraagd om hier in de gemeente Uithoren een demonstratie te geven. En we hebben gekozen voor een demonstratie verkeersluis. Om precies om 2 uur hebben we weer een demonstratie en daar gaan we laten zien wat wij precies allemaal kunnen eigenlijk dan. Er is dit jaar gekozen om de straat op te gaan. Wat is daar de reden van? Nou goed, een beetje naamsbekendheid kan nooit verkeerd natuurlijk dan. Voorheen wat ik begrepen heb is, we zaten op 1 locatie door het hele land. Kunnen mensen naartoe komen om ons prachtig praal te kunnen zien. Maar het werd toen eens een keer een goed idee om eens een keer een anders te doen. Het is natuurlijk een monument, toch een memorabel jaar, 200 jaar. Om eens een keer op een andere manier uit te kiezen. En ja goed, wij zijn nog steeds voor de samenleving. En dan mag je er ook best wel eens even laten zien dat we dan ook in het land gaan en laten zien wat wij allemaal kunnen. Het is tweeledig natuurlijk. Als mensen zich geroepen voelen om onze gelederen te komen versterken, bent u van harte welkom natuurlijk. Zoals beroeps als reservist. Maar het is natuurlijk ook om te laten zien dat wij nog steeds voor de samenleving zijn. Dat wij er zijn. En
als er nood aan de man is, dan staan we hier ook op het plein en uithoren of op de duinen ergens of in het bos of waar dan ook eigenlijk dan. Wij zijn er voor de samenleving en dat willen we eigenlijk een stukje uitdragen. Nou is er ook gekozen 200 jaar landmacht om het komende jubileumjaar het sportfonds te gaan steunen. Waarom het sportfonds? Sport en defensie gaat natuurlijk één op één hand in hand. Het is natuurlijk ook heel erg voor de jeugd bedoeld. Jeugd en sport is heel belangrijk. Je ziet steeds minder goede voeding, steeds minder beweging dat het effect heeft op jeugd. Door dat te stimuleren, de insteek die we hebben als organisatie ook dat sport belangrijk is, willen dat een beetje stimuleren eigenlijk. De bekende DJ van Q Music en Veronica, Jeroen van Inkel, brengt zijn debuutthriller Kortsluiting uit. Het verhaal dat over een discjockey gaat die misdaadjournalist wil worden, staat dichtbij van Inkel. Op zaterdag 3 mei zal Jeroen bij Boekhandel Veenstra aanwezig zijn. Tussen 3 en 4 uur in de middag is de DJ er om vrijblijvend uw exemplaar te signeren. Een mobiel netwerk om vermiste en of verdachte personen op te sporen. Klinkt als een goed idee, maar het bestaat al. Burgernet is een initiatief waarbij mensen door middel van een sms op de hoogte worden gehouden van misdrijven bij hun in de buurt. Na een beroving, inbraak of vermissing wordt dit middel ingezet zodat burgers kunnen helpen om uit te kijken naar deze personen. Helaas staat maar 10% van de Nederlanders aangemeld en maar 6,4% van de Amstelveners. Wij vroegen waarom. Bent u bekend met het initiatief Burgernet? Nee. Ja, Burgernet, wat was dat ook alweer? Nee. Ja, ik ben er wel mee bekend. Ja. Heeft u dat ook op uw telefoon? Nee, ik heb het niet op mijn telefoon. Oké, okay. Vindt u dat meer mensen dat moeten hebben? Want zo kunnen we natuurlijk verdachte mensen oppakken. Ja, het kan een meerwaarde zijn. Ja, ik zie het nut wel van in, ja. Nee, niet echt. Ja. Heeft u dit ook? Ja, en ik krijg sms'jes als iemand verdwenen is of als naar iemand gezocht wordt. Ja. Nee, ben ik niet mee bekend. Het is een soort van Amber Alert. Je krijgt een sms'je als er vermiste personen zijn of zo. Ja. Vindt u dat een goed idee als heel veel Nederlanders daar mee zouden doen? Ja, tuurlijk. Hartstikke goed idee. Maar u heeft het zelf nog niet? Nee, nog niet. Nee. Vindt u dat er meer mensen zich aan moeten melden? Ja, nee, ik vind het ontzettend goed, want je wordt gewaarschuwd en de mensen kunnen op die manier een beetje in de gaten gehouden worden. Ja, dat klinkt weer zo. Maar het gaat meestal om oudere mensen, heb ik gemerkt, die de weg kwijt zijn. En dan is het wel een fijn idee dat we met z'n allen kunnen helpen, dat iemand weer op zijn plek terechtkomt, zeg maar. Zou u het een goed idee voor uzelf vinden om te doen? Ja, zeker. Ja, ja. Misschien een idee om te doen? Misschien wel, ja. Gaat u het nu zelf ook op uw telefoon doen? Ja, ik zal even kijken. Dus u gaat het nu doen? Als je mij vertelt waar ik het moet doen, ga ik het doen. Via Google gewoon burgernet.nl, dacht ik, en dan komt u er zo op. Nou, dat moet ik kunnen. Veel mensen met een Amstelveenpas kunnen niet op vakantie. Voor hun kinderen is er wel een mogelijkheid om de vakantie op een fijne manier te vieren. Stichting Ons Vakantiekamp organiseert ook dit jaar voor deze kinderen een vakantie van 2 weken. Ouders met de Amstelveenpas betalen daarvoor €14,50. Zonder Amstelveenpas bedraagt het inschrijfgeld €55. U kunt zich opgeven via de website van Ons Vakantiekamp. Daarnaast hebben ze een kraam op de Amsterdamse weg tijdens Koningsdag. Het stadshart kleurt elke dag meer oranje. Onze verslaggeefster Elisa Withaar ging naar het plein om voor ons de laatste versieringen op een rijtje te zetten. Koningsdag wordt groot aangepakt door Amstelveen. De hele buurt kleurt oranje en iedereen is bezig met de voorbereidingen. Wat vindt u van alle voorbereidingen die nu zijn op het plein? Onvoorstelbaar. Ja, wat een werk. Het kauwgom wat van de grond gehaald wordt met spuiterijen. Dus het mag wat kosten, de komst van de koning. Ja. Prachtig. Ik zie het eigenlijk nu pas, weet je dat? Want ik liep zo en ik zit druk met mijn telefoon te prutsen. Maar mooi. Ja, best wel spectaculair zo. En dit ook, heel groot. Ja, die boel is echt heel erg hoog. De gemeente is ook druk met het programma, die uit 4 thema's bestaat. Groen, cultuur, sport en internationaal. Wat gaan jullie doen met Koningsdag? Denk de dag naar Amsterdam, daar gezellig met vrienden. Ik weet nog niet of ik echt kan komen, omdat ik ook misschien ga verkopen. Dus dat is nog wel een probleempje. Voor de bezoekers die goed op de hoogte willen worden gehouden voor op de grote dag zelf, kunnen de 26 april app downloaden. Daarop kunt u lezen over zakrollers, RBO-posten en parkeergelegenheden. Dus je heeft vast de 26 april app.
Ja, tuurlijk. Wie niet, hè? Tegenwoordig. Ik bedoel, anders hoor je er niet meer bij, hè? Gaan jullie die downloaden? Ja, denk het wel. Dan kan ik zo wel even doen, ja. Ja, dat gaan we dan wel doen, ja. Ja, is handig. Als ik hierheen zou gaan, misschien wel. Maar ik ben hier niet op die dag. Dus, En heb je gehoord over de 26 april-app? Ik had erover gelezen, maar ik heb er niet echt iets mee gedaan, eigenlijk gezegd. Als het over groen gaat, zijn bloemen erg populair. Bloemen zijn fris, gezond en natuurlijk hip. Flora Holland levert dan ook duizenden bloemen voor Koningsdag. En die komen hier te hangen. Dus jullie hebben er zin in? Ja, heel erg. Ook Frits Barend pakt uit voor Koningsdag. Samen met zijn dochter Barbara zal hij op de 26e in Amstelveen zijn. Niet alleen voor de burgers zullen zij iets doen, maar voor de koning hebben ze ook nog een high-tech verrassing. Wij zijn gevraagd door gemeente of organisatie, of wij is aan mijn dochter en ik, om iets te doen met de bibliotheek, met lezen, voorlezen, bibliotheekbezoek stimuleren, boeken stimuleren. En dat vonden we heel erg leuk om te doen. En het leuke was, mijn jongste dochter Barbara was gek op lezen, was een kind van de bibliotheek. En toen we terugkwamen voor die opnames in de bibliotheek, zag ik gewoon haar kinderhart weer helemaal open gaan. Dus we hebben opnames gemaakt, ook met onze oudste kleinzoons. Die lezen we voor en die doen ook mee in dat filmpje wat we gemaakt hebben, dat dan vertoond wordt. En dan gaan we live over en dan gaan we gewoon ook voorlezen. Het filmpje dat wordt getoond op een Google Glass? Je mag dat woord niet uiten. Want volkomen terecht, want de koninklijke familie wil op geen enkele wijze geassocieerd worden met enige commerciële uiting. Ik vind dat ze daar volkomen gelijk in hebben. Dat vind ik heel goed van ze. Ik heb dat zelf ook in dat gehad toen ik programmamaker was, dat we geen commerciële dingen deden. Je moet heel onafhankelijk zijn. Dus ga het een 3D-bril bekijken. Ik ben op zich niet een echte royalist. Ik vind het raar dat je door erf iets een baan kunt krijgen. Maar ik vind het geen vervelend koninkpaar. En ik ben ook geen revolutionair dat ik met een pistool ga zwaaien. Ik vind ze moeten weg. En als ik sommige presidenten zie, denk ik, nou, daar ben je ook, niet erg, ben je ook jarig mee. Dus ik bedoel, op zich zou ik het goed normaal vinden als je een republiek wordt. Maar ze zitten me niet in de weg. Vannacht wordt het 12 graden. Morgen is er grote kans op neerslag. En in de middag met een maximale temperatuur van 20 graden. Op Koningsdag kunnen we in de ochtend wat slechter weer verwachten. Maar in de middag zal het droog blijven met een temperatuur van 19 graden. Dit was het journaal van woensdag 23 april. Ik wens u een hele fijne avond en we zijn er morgenavond weer om 7 uur. Dag!